Oké, wij gaan zo meteen het water in. Ik ga deze bril omruilen met deze bril. Ik ben er klaar voor. Let's go! Goedemorgen allemaal. We zijn onderweg naar Berend en met Berend samen gaan we richting het water. We gaan Wim Hof ochtendje doen eigenlijk. En die staat bekend als die IJsman. Wereldrecordhouder in koud water zit, of in ijswater zit eigenlijk. Hij heeft een ademhalingsoefening, of ademhalingsmethodiek eigenlijk, heeft hij bedacht. En hij zegt eigenlijk dat je daarmee extreem de weerstand kunt opbouwen. Dat het een soort complete reset is voor het lichaam. Nou heb ik die cursus een aantal weken geleden zelf gedaan. En we gaan hem in de praktijk brengen, dus we gaan hem nog een keer doen. We gaan een aantal breathing oefeningen doen om maximaal zuurstof in ons lichaam te gooien. En daarna gaan wij de cold exposure doen. Dus dat betekent het koude water in. Heb je er zin in, Jeroen, of niet? Ja, 100%. Het is lekker weer, zon schijnt. Zoeken. Vreselijk koud. Ik heb nog niet zo zin in de cold exposure, kan ik je eerlijk bekennen. Want het is iets wat je lichaam totaal niet leuk vindt, eigenlijk. Maar ja, goed, ik weet wel ergens dat het goed voor je is. Dus ja, we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Zo, we gaan eerst Berend even ophalen. We hebben nooit thuis is, hè? Good morning! Hallo! Ben je zin in Berend of niet? Het zonnetje is er wel, maar het windje is vrij koud. Vinden we een plekje in de zon, uit de wind? Het zou echt fantastisch zijn, dat hoop ik. Ik keek op de website van Rijkswaterstaat. Watertemperatuur is nu een graad of 8. Ik vind 8 graden nog steeds koud. Zin aan? Nee. Nee. Het is fris. Wie's idee was dit, joh? Dat was van Berend en van mij een beetje. We hebben elkaar aangestoken. Je weet hoe dat gaat, een beetje stoere praat tijdens de training. En dan durf je ook niet te chickenen. Je hoopt altijd dat die andere er van als eerste tussenuit gaat. En ik dacht van ja, hij zal het vast niet durven. En dan baal je. Ja, soms kom je wat leuks tegen en dan moet je gewoon even spelen. Het is fris, mooi weer vandaag. Het is behoorlijk koud, het water zie je op de achtergrond, het wacht op ons. Ik vind het best wel spannend, lekker het koude water in, maar ja. Ik heb ook wel zin in. Ik heb ook zin in, it's a mental game. It is a mental game. The mind is stronger than the body. Dat gaan we vandaag gewoon doen. Dat soort quotes moet je altijd in Engels zeggen, want anders is die gewoon minder sterk, hè? De gedachte is sterker dan het lichaam. Dat klinkt niet. Nee, dat klinkt niet. Nee. Hangt ook af van hoe je het zegt. Ja, dat is ook wel zo. Ja, de breathing oefeningen. Laten we gaan beginnen. Zeker. Nou, is goed. Let's go. Let's go. Woe! We kunnen het beste erbij of gaan zitten. Want je gaat je lichaam inderdaad gewoon vol pompen met zuurstof. Om vervolgens even je adem in te houden, om dat even vast te houden. Je gaat hem eigenlijk circulair maken. Dus het is... En je begint eerst wat rustiger en we bouwen hem steeds wat op. Je doet hem 30 seconden. En het vasthouden doe je bij de uitademing, hè? Ja, dus je ademt uit. Ja? En hoe zitten we erbij? Ik denk dat een klein beetje rechtop goed is, want dan creëer je meer ruimte. Je wil juist je buik kunnen uitzetten. Ja. Ja. Nou. En uit. Mooi, dat zand is lekker warm, hè? Het is vrij fris, vooral het koude windje. Ik ga nu het water in 2 minuten. De bedoeling is ademhaling onder controle krijgen en vooral kalm. Nou, let's go. Thank you.
Oké, ik ben net water in geweest. Mijn lichaam was ijskoud. Ik ben nu oefening aan het doen om te zorgen dat ik weer warm word. Ik wil eigenlijk zorgen dat je vanuit binnenuit dat bloed weer naar buiten toe gaat pompen. Ik merk dus nu mijn handen zijn nog vrij rood en die zijn echt nog koud. Dat begeeft het als eerste je handen en je voeten. Vanuit binnenuit stuur ik nu de warmte weer naar mijn lichaam toe. Nou, ik heb oefeningen gedaan, het water in geweest. Ik ga even een stukje rennen. Dat is mijn ding, even een beetje warm worden. Oké, nou, warm worden van binnenuit. Nu zorgen dat we die warmte vasthouden. Belangrijk wel, doe na deze cold exposure een muts op. Veel warmte gaat via je hoofd eruit en die wil je juist wel vasthouden. Hallo. Heb je er zin in? Ja, eigenlijk wel. Mooi. Eigenlijk wel. Als je dit kijkt, zorg dat je die ademhalingsoefening of ademhalingsoefening. Ja. Take 2. Ademhalingsoefeningen. Come on, die had ik. Gewoon doet. Weet je, pak die filmpjes van Wim Hof erbij. Niet per se ons filmpje, pak Wim Hof filmpjes erbij en ga ze doen. Weet je, je wordt er uiteindelijk gewoon vitaler en sterker van. Je geeft je immuunsysteem een boost van je welste. Nou, volgens mij is het tijd om het water te gooien. Into the water. Die gaat er wel vandoor nu. Ja, maar ja, goed te doen. Yes. Camera loopt. Nice, dat was hem weer. Hiermee train je mindset. Je traint je immuunsysteem. Ga ermee aan de slag. We adviseren het jullie. Neem het niet van ons aan. Maar doe ook je eigen onderzoek. En veel plezier ermee. Ja, ik voel me eigenlijk weer heerlijk. Van binnenuit voel ik me lekker warm. Ik voel me vooral energiek. Zijn weer aangekleed. Zijn weer warm. Mutsje nog steeds op. Wij gaan naar huis. Zie jullie later. Ciao. Zo, probeer weer een beetje warm te worden. Vind je dat nou leuk? Of vind je het leuk wat deze gasten de hele tijd aan het doen zijn? Abonneer je op hun kanaal en er zit zo'n belletje bij. Dan krijg je een melding als er weer wat nieuws wordt geüpload. Wat moet je omhoog gooien, Jeroen? Duimpje omhoog. Nice. Kom, we gaan rennen. Zoals hij het op de app aangeeft. Op het moment dat je dan weer die ademprikkel voelt, dat je weer wil ademen, adem je weer volle bak in. Mm-hmm. Die hou je 15 seconden vast. Je bouwt wat druk op vanuit beneden omhoog. En na die 15 seconden laat je hem los. En dan begin je tweede ronde. En wat is nou de functie dan van überhaupt eerst actief ademen aan hem vasthouden? Als tweede vraag, wat is dan de toevoeging die jij daaraan geeft, Jeroen? De functie van het ademhalen is dat je CO2 uit je lichaam spoelt eigenlijk. En je lichaam overspoelt met zuurstof. Je overspoelt met zuurstof en daarmee spoel je de CO2 eruit. En dat is juist hetgene, de opbouw van CO2 is hetgene wat ervoor zorgt dat jij die ademprikkel voelt. Als jij je adem inhoudt, op een gegeven moment denk je, ik wil weer ademen. Het komt doordat die CO2 in je lichaam aan het opstapelen is. En doordat je nu je cellen zo vol pompt met zuurstof en de CO2 eruit flasht, zeg maar, kun je langer je adem inhouden. En tijdens dat adem inhouden komt je lichaam in een soort zuurstoftekort, als ik het goed begrijp. En recentelijk in 2019 is er een onderzoek geweest, is zelfs Nobelprijs gewonnen door het wetenschappers, die hebben laten zien dat zuurstoftekort, hypoxia in je cellen,
kan leiden tot een positieve reactie. Ja. Dat je lichaam meer EPO aanmaakt. En EPO is bijvoorbeeld waar veel doping schandalen om. Dat is uit de wielrennerij natuurlijk. Ja. Maar dat is eigenlijk dus een stofje wat je lichaam zelf kan aanmaken. Ja. Waardoor je, zeggen ze, in ieder geval een stuk vitaler wordt. Weet je, dat eigenlijk virus, bacteriën uit je lichaam kunt werken. Hey, maar we hebben nu O2 geladen, CO2 afgedreven. Mm-hmm. En we houden daarna een minuut lang onze adem in. Ja. Als we dat niet hadden gedaan, die halve minuut ademen. En we zouden dan proberen onze adem vast te houden terwijl we hebben uitgeademd. Wat is het verschil met nu? Je kunt minder lang je adem inhouden, verwacht ik. Waardoor je minder in de buurt komt van dat zuurstoftekort creëren. Ja. Ik probeer het zelf wel eens voor die cursus mijn adem in te houden. Ik weet dat ik vrij snel een soort paniekreactie heb in het aan het ademhalen. Dat weet jij ook van mij, van het zwemmen. Ja. Dat ik daar vrij veel moeite mee had. Gaat steeds beter overigens. Ja. Maar ik merk echt dat doordat je lichaam zo volgooit met zuurstof, dat het zoveel makkelijker is en dat je totaal die drang, want dat is het eigenlijk, hè, die drang om te ademen, die heb je niet. Nee. Stel je zou die ademhalingsoefeningen eerst niet doen, je doet push-ups. Dan kun je bijvoorbeeld 15 push-ups. Doe je daarna die ademhalingsoefeningen, zelfs zonder te ademen, je doet dan nog een keer push-ups, dan kun je er wel 30. Ja. En dat komt omdat je bloedvaten zit zo vol zuurstof, dat kan je spieren, kan het allemaal gebruiken om dus nog langer door te gaan. Probeer zelf ook wel eens deze oefeningen te doen voor een wedstrijd, dat best wel handig kan zijn. Je lichaam dus zo prept, zoveel zuurstof erin gooit. En dat kan tijdens die wedstrijd, dan kun je dat gewoon gebruiken. Ja, mooi. Heeft het dan al direct invloed na één sessie? Dat is een goede vraag. Weet ik eigenlijk niet. Daar weet ik het antwoord niet op. Ik merk wel, mentaal doet het wel goed. Dus al werkt het misschien lichamelijk niet per se heel goed. Mentaal heb je wel zoiets. Ik prep mezelf, ik maak me helemaal klaar voor. Dus, een mooie aanvullende vraag zou zijn, hoe lang... En dat is allemaal wetenschappelijk onderbouwd. Hè? Als je Wim Hof even opzoekt, hij heeft een aantal jaar geleden een onderzoek laten doen bij de Radboud Universiteit. Waarin hij ook liet zien dat hij werd geïnjecteerd met een non-actieve variant van een virus. Ja. En hij kon alle symptomen onderdrukken. En niet alleen hij, want hij zegt ik ben geen supermens. Hij heeft 12 andere mensen hetzelfde kunnen laten doen. Ja. En die had hij maar 4 dagen getraind. Puur door die oefeningen inderdaad, puur door de mindset, want dat is ook, de mindset is extreem belangrijk. Als jij denkt dat je heel ziek voelt, ga je ook zieker voelen. Als jij de mindset hebt, ik kan dit aan, is ook wetenschappelijk bewezen dat je uiteindelijk eventueel wel er tegenkomt of veel minder ziek zou gaan worden. Ja, wat ik net eens had, dat ik even begon te schudden. Nu ik het terughaal, voelde ik dat gebeurde, ja. Maar ik zat zo te chillen in mijn hoofd eigenlijk, dat ik dat niet... Ik vond het zelf heel comfortabel en wat je net ook zegt, van ja, dat is niet erg en het voelt eigenlijk heel mooi. Ik weet niet meer precies wat ik dacht, maar ja. ik was heel mooi bezig met een bepaalde gedachte. Totdat Niels zei, hey, ga weer gewoon ademen. En dan was hij van, oh ja, wacht even. Even terug naar de werkelijkheid. En dat is in die zin wel een terechte opmerking die je net maakt, van het is verstandig. Het is niet per se een slechte reactie, maar het is wel verstandig om dat te doen terwijl er iemand bij is die even ook een oog in het zeil houdt. Want ik was hier niet... Nee. Nog niet zomaar zelf uitgestapt. Het kan zijn dat je namelijk licht wordt in je hoofd. Dat je handen begint te tinten, dat je voeten begint te tinten. En dat is eigenlijk allemaal oké. Okay. Dat zijn allemaal normale reacties. Dat is niet erg. Maar als je merkt dat je in je ademhaling begint te stotteren. En je begon een soort van te hikken in je lijf. Dat iemand anders dan tegen je kunt zeggen dat je die ademhaling weer normaal oppakt. En dat je weer in een normaal ademhalingsritme terechtkomt. Het is veiliger om er iemand bij te hebben, volgens mij. Ja. Stel je doet het wel alleen. Heel belangrijk. Kan ik uit ervaring vertellen, is zorg dat je zit of ligt op een veilige plek. Ja, nooit staand proberen of onder de douche of weet ik veel wat. Nee, of in bad, weet je, of in het water. Zorg echt dat je, dat is echt wel een belangrijk ding, zorg dat je een veilige plek hebt. Wij zitten hier nu, we zitten hier tegen iets aan, dus stel we zouden oud gaan, dan zit je goed. Een hele veilige manier is gewoon liggen. Dat doen we nu niet omdat het koud is, maar liggen is eigenlijk de meest veilige manier. En je geeft je longen ook genoeg ruimte om uit te zetten. Zekers. Ja, wij praten hierover vanuit onze eigen ervaringen en de dingen die we zelf aan het proberen zijn. Maar doe echt vooral je eigen onderzoek. Praat erover met andere mensen. Ga op YouTube zoeken, ga op Google zoeken. Zoek vooral de Wim Hof methode op. Hij heeft hele toffe filmpjes online staan. En er gaat een wereld voor je open. Fantastisch.